Klaasje Nuntelaar, om te beginnen, je moet nog de groet hebben van Bram Meurs. Die ken jij volgens mij wel. Ja, die ken ik nog wel uit de PSV-tijd. Nog contact mee met hem? Ik heb hem nog wel eens gezien, ja. Nog wel eens gesproken. Hoe kijk je terug op vandaag? Het was natuurlijk jullie eerste oefenwedstrijd voor dit seizoen. Ja, ik denk dat een wedstrijd was met veel dominantie van onze kant natuurlijk. Kansen en doelpunten. Uiteindelijk wil je altijd meer scoren als team. Ik denk dat we vandaag net iets te weinig gescoord hebben. Maar na de eerste wedstrijd, na twee trainingen of zo, is het wel goed. Hoe lekker is het voor een spits om te openen met een goal dit seizoen? Ja, scoren is altijd leuk. Daarom ga je wedstrijden in. En als team te winnen, als spits doelpunten te maken. Ik denk dat het een mooie aanval was. Wat moet er? Ja, jullie gaan natuurlijk zo meteen een drukke periode tegemoet. Hoe zit het met de fysieke gesteldheid? Ja, nee, we moeten gewoon trainen. We zijn er begonnen. Dus het is altijd een opstartperiode. Dat je wat last hebt van je spieren. En daar moeten we doorheen. Ik denk als we op trainingskamp gaan naar Duitsland, dan is iedereen scherp en fit. En dan moeten we toe gaan werken naar de belangrijke wedstrijden die ons te wachten staan. Sturm Graz, wat dacht jij toen jullie die hadden geloot? Wat dacht ik? Oostenrijkse competitie is een beetje een soort van Duitse voetbal. Dus ze proberen alles kort bij elkaar te houden, te counteren, goed te verdedigen. Dat is nooit makkelijk. Dank je voor je tijd, man.